wat dat voor geluid was? Dat was een heimachine. En nou wil je zeker weten waarvan hij was. Dat was de eerste paal voor onze nieuwe school. Maar voordat die paal geslagen werd, gebeurde er nog een heleboel andere dingen. We zijn allemaal bij elkaar geweest op het speelterrein van onze school. Het is nu nog maar een leeg zand. Ja. En verder staan er een paar noodgebouwtjes. Maar nu gaan we dan toch eindelijk de echte school bouwen. Woensdag 6 juni waren we allemaal bij elkaar op dat zand. Heugelijke dag. En ik wilde nu graag beginnen. En dan vraag ik aan u om even ruimte voor dat voorstuk. Want de tweede school komt min of meer officieel in de vorm van de tweede klas het terrein op. Misschien wilt u de tweede school begroeten met een applausje. De voorzitter van onze schoolvereniging had het eerst gesproken. Ik wou u allen op deze stralende eerste zomerse dag van harte welkom heten op dit terrein waar we iets groots gaan verrichten. Dan zijn wij op een ogenblik aangekomen dat het ons gegeven is in de Prinses Irenestraat een aanvang te maken met de bouw van een school naar het ontwerp van de architecten Komter en Van Schelt. Een ontwerp dat binnen de mogelijkheden door de overheid toegestaan, naar de mening van het bestuur en de heer Mastenbroek, aan de doelstelling van onze vereniging beantwoord. Dit was meneer Van den Berg van Saperoea. Tot slot zei meneer Van den Berg van Saperoea. Alvorens ik nu zo straks mag overgaan tot het slaan van die eerste paal, zou ik de wens willen uitspreken dat de aannemers, de heer Bochum, tot zijn volle tevredenheid erin zal slagen dit gebouw tot stand te brengen binnen de daarvoor gestelde termijn. Nou, en toen begonnen ze te heien. En toen die paal er al een eindje in was. Wil meneer de voorzitter even bij de microfoon komen? Toen kreeg meneer Van den Berg van Saperoea een helm op. En nu mocht hij de drie laatste slagen doen. Op de paal was wat buskruid gelegd. Eerst moet die machine even stilhouden. En toen kwam het hoofd van de school, meneer Mastenbroek. Jongens en meisjes. Dames en heren. Met deze drie klappen is het dus officieel gebeurd. Het begin voor de tweede openluchtschool is gemaakt. Maar nu komen de kinderen weer en zij zingen. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie goed naar juffrouw Verf kijkt, goed luistert en niet schor bent geworden, zodat je lekker duidelijk en helder kunt zingen, ja? Reuze fijne school, geniet van mijn woorden, de simpele akkoorden, het is helemaal voor jou. Een schooltje zoals jij, kan ik aan alle mensen, dan kan je weer wensen, school voor je geluk. Toen zouden we naar huis gaan. Maar voor die tijd zijn we niet Mastenbroek nog wat. Jongens en meisjes, wil je even nog luisteren, want er wordt nog iets tegen jullie gezegd. En wel door meneer Bochum, die school voor jullie gaan bouwen.
Meneer Masterbroek, ik wou de kinderen namens de aannemers en mijn mensen ieder een heipaal mee naar huis geven. Toen zijn we naar huis gegaan met een hele grote lolly. Meneer Bochum noemde dat een heipaal. Het is misschien maar weinig hoogte van scholen gegeven om zo vlak naast het nieuwe gebouw te wonen. En dan ook zo dicht bij de architect. En daardoor misschien is het zo dat dit gebouw al na een week ons gaat passen. Bijzonder plezierig is bijvoorbeeld dat deze school zo stil is. Opvallend stil. In de klassen opvallend stil. Die buitenklassen zijn prettig. Je kunt daar zitten en je kunt er werken. Dit belooft echt een openluchtschool te worden. Waar we doelmatig onderwijs kunnen geven. Ook buiten.